Hallo en een vrolijk kerstfeest. En een vrolijke tweede kerstdag. Ook al, ja. Jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom dat Jeff een Mexicaanse hoed aan heeft. Een sombrero. Olé. Dat komt eigenlijk omdat we dit allemaal al een keer gedaan hebben, maar we waren niet aan het opnemen. Ik ben vergeten op record duwen. En nu moet je als straf die hoed dragen. Maar dus, doen we het nog eens. Dus een vrolijk kerstfeest aan iedereen. We hopen dat jullie een ongelooflijk eindejaar beleven. Ongelooflijk. Einde van het jaar, dat is ook wanneer dat iedereen een keer terugblikt op het jaar. En vandaag blikken wij terug op de terugblik van ons jaar. Want wij hebben eigenlijk al een keer teruggeblikt op het jaar. Ja, en nu blikken we daar nog eens terug op. Ja, voilà. Dan zijn we nog niet thuis. Hè. We hebben dus een jaaroverzicht gemaakt. We hebben daar enorm veel reactie op gekregen. Maar ook... van de pers. Er zijn een aantal geschreven dingen over ons verschenen in de geschreven pers. Ja, ja, daar is over ons geschreven. We stonden bijvoorbeeld op de voorpagina van het nieuwsblad. Er is een artikel over ons verschenen in het laatste nieuws. Superleuk. En er zijn ook twee recensies over ons geschreven. Eentje in De Standaard en eentje in... De Morgen. Wow. En dat waren twee recensies die het antwoord zochten op de vraag... Waarom krijgen twee jonge, niet bijster populaire YouTubers zendtijd op 1 en 4? Allereerst was er de recensie in De Standaard. 3 sterren. Op. Wow. Supercontent hanteert alle gebruikelijke YouTube-trucjes. Gewoon voor de webcam presenteren op je kamer. Veel kinderlijke grafische elementjes op het beeld plakken. En erg snedig monteren, zodat het lijkt of er iets gebeurt. Op zich doet Supercontent natuurlijk niets nieuws, maar Supercontent doet het zo snel. En zo snedig, en met zoveel gevoel voor timing. Dat je zelfs om de meest infantiele grapjes moet lachen. Dus dat zijn complimenten. Mag gegeven worden, hè. Hoeveel sterren was dat hier? Dat was zonder sterren. Ah, ja. Dat is niet veel. Een ster. Misschien best dat ons ster ook niet op het internet staat. Altijd voor je straat. Nu, er zijn meerdere redenen voor ons om dankbaar te zijn. Want we zijn genomineerd voor de Jamies. En daar zijn wij heel dankbaar voor. Yes! In de categorie... Wat is de categorie? Beste online comedy. We zullen een keer kijken wie dat er nog allemaal genomineerd is. Comedian Average Rob. Oké. Geduchte tegenstander. Ik vind het een beetje gemiddeld. Comedienne Jamila Baidoui. Die is inderdaad één grote grap. Dan Jetter. Die kennen we niet. Ken ik niet. Nee. Jitse Pauwaard. TikTok. Instagram. Kurkdroog. En heel de rest ik aan de bomen, jongen. Geduchte tegenstander. Absoluut. Lucas Lely. Een grote tegenstander. Eet graag koekjes. Heel goed. Dan Memees van Stad. Joe Rats. Sarah Leemans, dat is de zus, denk ik, van mevrouw Leemans. Lenen bij mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin. Dan Supercontent. En dan, last but not least, onze goede vriend Ryan. Van Unagize. 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 Nu willen we natuurlijk een oproep doen om op ons te stemmen natuurlijk. Want dat zouden we ongelooflijk waarderen. Om onze dankbaarheid te tonen, gaan we dan ook... 2 Supercontent t-shirts zomaar weggeven. Ja. Mag gegeven worden, hè. Je moet er eigenlijk niks voor doen. Behalve natuurlijk stemmen op ons. Ga naar thejamies.be. Stem op Supercontent. In de categorie beste online comedy. Stuur daarvan een bewijs op Instagram. In een DM. En dan kun je een van deze 2 t-shirts van Supercontent winnen. Heel veel succes. Maar het houdt niet op. We houden niet op. Want er is nog een nominatie binnen. Ja. We moeten wel zeggen, een individuele nominatie. Spijtig. Want Pieter Jan is genomineerd voor de krak van Brugge. Amai. Wow. Helaas is er niet zoiets als de krak van Aalst, want anders was ik ook wel genomineerd. Ja, je bent inderdaad... Maar goed, het is nu Pieter Jan die even in het daglicht mag staan. Ja. Hij is dus genomineerd voor de krak van Brugge als een organisatie van de Krant van West-Vlaanderen. Ja. Die verdienstelijke Bruggelingen in de bloemetjes willen. En dat zou ik dus kunnen zijn, want ik ben oorspronkelijk van Brugge. Maar, we moeten wel eerlijk zijn, Jeff. Het zijn stevige tegenstanders. Ja, bijvoorbeeld genomineerd Witse Hendricks. Oh. Dat is een graffiti-kunstenaar die een kunstwandeling heeft georganiseerd. Ja, ik zie het probleem wel. Het is een penis, hè. Marijke Korteweg, 73 jaar, plaatste een nijpend probleem op de Brugse agenda. Het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen.
Kansloos voor Pieter Jan. Poef. Marise Lobel uit Assenbroek, ja. 65. Zij is genomineerd omdat ze deel uitmaakt van een zeskoppige kerngroep van grootouders voor het klimaat. Kansloos voor Pieter Jan. We gaan verder, want het houdt niet op. We houden niet op. Tom Makelberg, een radioman, coördinator van het Radiohuis. Een initiatiefnemer. Denk maar aan afhaalmaaltijden of pannenkoeken bakken. Hij doet het. Hij doet het allemaal. Ook nog Siebe van de Wallen. Die zet zich in voor lokaal kopen. Dat is wel een beetje 2019. Ik vind dat ook. Wat is nog lokaal? Een klas. Maar, wie is er ook genomineerd? Nee. De grootste tegenstander. Ja. Benny Scott. Benny Scott? Dat is een zanger. En die heeft allemaal liedjes gemaakt over bruggen. Kein bruggen in mijn harte. Vast heeft me een totje. Je weet dat je haar en zie. Je ziet mijn liefste piepernotje. Dat me kazetten heb je knie. Maar dus, ik ben dus ook genomineerd. En zoals je kunt zien, met deze tegenstander heb ik elke stem nodig. En dus roepen we ook de Supercontent Army op. Bestaat die? Om zich te uniten en volop te gaan stemmen. Want je kunt dus zowel voor de Jamies als voor de Krak van Brugge, hou hieronder in de beschrijving zetten. Gewoon klikken en daar kun je stemmen. Dat duurt 2 seconden. Verrassing heb ik ook voorzien. Ah. Spannend. Dat we ook voor de Krak van Brugge, voor te stemmen, ook 2 t-shirts weggeven. Nice. Super nice. Stuur een screenshot van uw stem. Stuur een screenshot van uw stemformulier. Ah. Naar onze Instagram. En maak kans op Supercontent t-shirt. Ik wil alles van je doen, voilà. Om samen te vatten, hartelijk dank voor dit jaar. Merci wat de kei. Vergeet niet te stemmen voor de Jamies. De linksken staan hieronder, vraag moet je maar staan. En ook voor de Krak van Brugge. Het is echt naar zijn hoofd aan het stijgen. Ja, sorry, het wordt me een beetje te veel. We gaan hier afronden. Dus ik vond een tweede keer leuker om op te nemen. Ik vond de eerste keer plezant, maar bon. De eerste keer was echt goed. En ik was toen ook heel grappig. Ik vond de tweede keer, ja. Ik vond Benny Scott de eerste keer beter. Dag. Dag. Wat me vast en heb me totje. Je weet dat je haren zien. Je ziet mijn liefste piekennatje. Dat me kazetten heb je.